Het slagingspercentage van Mulo Brocopondo is dit jaar sterk teruggevallen. Het aantal direct geslaagden is 38%, terwijl het vorig schooljaar 72,9% direct geslaagd was. Directeur Suzette Nelson is zeer teleurgesteld over dit resultaat. Ze geeft aan wat de belangrijkste reden is voor de mindere prestaties van de schoolkinderen. We hadden onze leerlingen dit jaar niet aan onze zijde. Waren ze niet aan onze zijde, niet gemotiveerd en de inzet was echt zoek. We hebben gevochten, gevochten, gevochten. Elke SO-periode was het weer een gevecht met leerlingen. Echt waar, het was een zeer moeilijk jaar voor ons. Districtscommissaris Kenya Pansa is ondanks het mindere resultaat positief gestemd. Ze wil samen met de schoolleiding werken naar betere resultaten in het komend schooljaar. Ik ben niet tevreden. Ik zou natuurlijk willen hebben boven de 50%. Maar wat ik heb begrepen is dat toch wel goed voor het district, voor één district alleen. Want landelijk, of laten we zeggen in Paramaribo, ik weet niet wat het de slagingspercentage is. Maar ik weet dat het beter kan, maar ik wil zeggen dat volgend jaar beter. En degene die herkansing hebben, dat ze hard hun best doen. Dat we dan boven de 50% komen met geslaagden, het aantal geslaagden. De districtscommissaris van Brocopondo, Kenya Pansa. De burgermoeder zal binnenkort samen met de leiding van Mulo Brocopondo het afgelopen schooljaar evalueren.